Maar om nou op dat gelijkspel te gaan spelen, dat is misschien wel wat link. Vandaar dat AFC daar waar mogelijk de aanval kiest. Op bezoek op Sportpark Dijkpolder. Op bezoek bij Excelsior Maasluis. Het heeft ook de eerste mogelijkheid via Milan Hoek. Goede redding is van keeper Lup. Jesse Lup, dit is André Wetzel. De trainer die het in de tweede seizoenshelft overnam. En het uiteindelijk allemaal aardig voor elkaar kreeg. Want de positie van AFC was bij Tijtenweiler wel heel erg zorgelijk hier. Excelsior Maasluis met de grote mogelijkheid. Fink kan net niet binnenwerken. Ook al omdat Joey Potsveer er net met de handjes aan zit. Het is gezellig daar bij Excelsior Maasluis. En halverwege de wedstrijd dus nog niet gescoord. En wat AFC doet is verstandig. Het blijft daar waar mogelijk de aanval kiezen. En het gaat hier scoren via Ignacio. Tenminste, dat zou je toch veronderstellen. Maar doelman Jesse Lup, alsof er magneetjes in de handschoen zitten. En Ignacio weet het. Deze had hij moeten afmaken. Blijft 0-0. Dat is ook goed genoeg voor AFC. Maar winst zou wel zo prettig zijn. Groot faam. Zo nu we dan goede acties hier aan de rechterkant. Houdt hij het overzicht. Ignacio heeft zich keurig vrijgelopen en hij schiet dan nu wel raak via de handen van doelman Jesse Lup. Zojuist wist hij nog de bal te stoppen. Nu lukt hem dat niet en dus leidt AFC. En dat is natuurlijk helemaal mooi, want een gelijkspel was, zoals ik nu meldde, al voldoende. Excelsior Maasluis wil daar natuurlijk iets tegenover zetten. Hier is Roders met de kopbal in de loop genomen en daarom niet op doel geplaatst. Kopbal gaat net naast. Maar Excelsior Maasluis wil kort voor tijd. In ieder geval een gelijkspel. Dat zou ook niet zo erg zijn voor AFC. Maar ja, winst is wel zo mooi natuurlijk. Goede redding van doelman Joey Potsveer op de kans van Bakboord. En daar blijft het bij. AFC wint de laatste wedstrijd van de competitie. Hoeft geen na-competitie te spelen. En heeft dus het doel bereikt.